Heb je geen CNC-frees, maar wil je wel je onderdelen precies zo maken zoals je op de computer hebt ontworpen? Dan is deze video voor jou. Ik ben Emiel, de Practical Engineer, en vandaag ga ik laten zien hoe je templates kan gebruiken om mooie onderdelen te maken. Komt-ie! Een CNC-frees is een heel mooi apparaat. Ik ben ook heel blij dat ik er eentje heb. Maar ik had er heel lang geen een en toen kon ik ook gave projecten maken. En soms is het ook gewoon sneller om het even met de hand te doen. Alles wat je nodig hebt is een computer met een printer. Om je templates te printen. Een stuk hout om ze op te plakken. Spuitlijm. En een zaag. Laten we bij de computer beginnen. Ik ontwerp al mijn projecten in Fusion 360. Als het ontwerp af is, maak ik van de onderdelen die ik ga uitzagen een tekening op 1:1 schaal. In de gaten zet ik centermarks. En vervolgens exporteer ik de tekening als PDF om hem te kunnen printen. Deze template kan je vervolgens uitknippen en op het materiaal plakken. En dat uitknippen hoeft helemaal niet zo netjes. Om het op te plakken gebruik ik zelf dit. Dit is 3M Super 75 of gewoon 75. En deze lijm is speciaal voor dit soort toepassingen. Om iets van papier ergens op te kunnen plakken en het er ook weer af te kunnen halen. Dus dat is super makkelijk. Niet gesponsord, gewoon goed spul. Template erop. En naar de zaag. Zelf gebruik ik graag mijn lintzaag, maar het kan natuurlijk ook met een elektrische figuurzaag, een handfiguurzaag, een decoupeerzaag of wat voor zaag dan ook eigenlijk. Bril op. Even tussendoor. Als je dat nog niet gedaan hebt, vergeet dan niet te abonneren. Gaatje erin boren met de hand. Ik heb hem nu overal bijna tot het lijntje gezaagd. Hoe beter je met zagen bent, hoe meer tijd je bespaart. Want alles wat er nu nog zit, moet je eraf schuren. Als je een schuurmachine hebt, gaat dat best wel snel. Als je het met de hand moet doen, minder. Hartstikke leuk, Emiel. Maar wat voor soort projecten kan ik dit nou gebruiken? Nou, ik heb hier een playlist voor je samengesteld. Met allemaal projecten waar ik deze techniek gebruik om mooie onderdelen te maken. Zie je daar!